Ja, dit wordt een hele mooie. We richten ons uiteraard vandaag puur op de sportman Badr Hari. Die gewoon naar zijn werk is gegaan. En dit is zijn werkplek. De ring tegen Zabit Samedov. En je mag verwachten met 6 weken training dat Badr Hari op zoek gaat naar de snelle knockout. Aan de andere kant, kenners zoals jij, Edwin, zeggen het is ook goed als hij misschien de volle 3 ronden moet vechten. Nou, ik denk in een toernooi dat hij er belang bij heeft om zo snel mogelijk te winnen. En om met zo min mogelijk schade naar het tweede gevecht te gaan. Daar, goede low kick. Ja, stond even uit balans. Geen kleine jongen natuurlijk, Samedov. Al sinds 2001 actief op het hoogste niveau. Ja, staat heel erg bekend om zijn incasseringsvermogen. Is heel moeilijk neer te krijgen. Vocht al eens eerder op Showtime in 2008, als ik me niet vergis, tegen Tyler Spong. Ja. En die gaf hem een geweldig pak slaag. Maar... Oh! Oh! Nou, daar gaat hij al. Niks aan de hand, zegt Zabit Samedov. Ja, toch? Was wel degelijk. Uitgeteld hier. Ja, wel degelijk. Maar wat ik zeg, hij zet door en weet vaak de eindstreep toch te halen. En dat, wat dat betreft is het toch een erg lastige tegenstander. Want je moet echt volop met hem aan de bak. En hoe is het met de tactiek en de techniek van Badr Hari, die de namen van zijn nieuwe vriendin en de kinderen op zijn broek heeft geprint? Geen sponsor. Of het moet zeg maar zijn gezin zijn. Zijn samengestelde gezin. Ja, dan we gaan... Oh! Oh! Ja, die was midden in zijn... Oh, ja, die was laag. Die was te laag, absoluut. Die was te laag. Ja, volgde daarna natuurlijk snel met die combinatie. Wilde die combinatie afmaken. Die inleiding met dat been kwam op het kruis. En daarna kwamen er nog 2 stoten overheen. Dus Zabit krijgt even de tijd om bij te komen. En terecht. En het letten is natuurlijk ook gelijk op wat doet Badr Hari. Gaat direct... Volgt hij de instructies van de scheidsrechter op en gaat in de neutrale hoek. Ja, krijgt u wat tips aan zoek van Mike Passenier. En ik zie Oscar daar in de hoek staan. Ja. En krijgt daar wat tips. Ik kan het hier natuurlijk niet verstaan wat hij zegt. 1 minuut, ja, 1 minuut. Ja, neemt even de nodige rust. Wat natuurlijk logisch is na zo'n... kijk, de scheidsrechter zegt het nu ook. Ik weet niet of er een openbare waarschuwing nu gaat volgen. Ik denk het niet, want het was natuurlijk geen opzet. Anders had hij hem hier wel gekregen. Ja, had hij nog eens wel kijken. Gekregen. Ja, hij zit er vol in. En dan volgt hij met die rechts... Ja, en die linkerhoek. Ja, die zit duidelijk in het kruis. Hij heeft hem dus al een keer verslagen. Badr Hari was... Maar dit is absoluut geen opzet, hoor. Nee. Hij zoekt de binnenkant van het been en komt verkeerd uit. Laten we daarop houden. Was ook bij de K1 World Grand Prix, maar dan in 2009. Op 26 september. Poosje terug. Won Badr van Samedov. Maar dit is een andere Badr en ook een andere Mowgli, zoals de bijnaam is van Samedov. Mowgli uit Jungle Book, dat is zijn bijnaam. Ja, om een verhaal af te maken tegen Tyler Spong, kreeg een geweldig pak slaag, maar haalde toch vrij gemakkelijk de eindstreep. Het is iemand met een enorm vechtershart. Eigenlijk iemand die in mijn optiek niet in het zwaargewicht thuis hoort. Daar is hij gewoon te klein voor en te licht voor. 95 kilo is gewoon absoluut aan de lichte kant voor deze mannen, voor deze tegenstanders. Maar het is wel een karakterjongen. Eerste ronde op een oortje na gevild. En Badr is een beetje de baas. Ja, hier heeft hij weer de hoek. Oh, hij wil het nu heel snel afmaken. Nou, gevaarlijk aan Badr is dat het zwakste punt van Badr is zijn kin. Als hij er tussendoor een terugkrijgt, zie ik hem altijd vrij snel wankelen. Zijn aanvallen zijn ontzettend hard. Zijn trappen, zijn knieën, zijn stoten, alles beheerst hij. Het incasseringsvermogen is iets minder. Boom. Oh, daar heeft hij er een te pakken. Ja, die staat er. De linker van Samedov, hij wil door. Ja, hij wil door. De scheids... Ja, hij is zeker aan. Oh, absoluut. Oh, oh. Badr Hari nog een keer. En nu moet hij op de automatische... De bel. Ja, gered door de bel, denk ik. Zo, en hoe zeg? Kijk, die Samedov, die weet het. Ik heb Badr Hari hard geraakt met mijn linker. Ja, die scheids had dan moeten tellen. Op het moment dat Badr zijn rug toekeert, of hij moet denken dat de bel is gegaan. Maar dat kan ik hier vandaan niet horen. Maar anders is het absoluut een acht tellen. Hij werd geraakt. Kijk, dat zie je nu ook aan hem. Ja. Hij werd geraakt, keerde de rug toe, loopt naar zijn hoek. Maar we zijn echt even de weg kwijt. We krijgen dat moment ongetwijfeld te zien nog. In de hoogtepunten voor zover aanwezig in deze eerste ronde. Dit was een behoorlijke... Ja, deze was heel mooi getimed, hoor, die rechtse. Dit was die te lage trap, laat het zo maar noemen. Ja.
En dan moeten we maar dat hier... is wat ik net zei. Hij gaat die slagenwisseling aan, dan tussendoor komt hij. En het incasseringsvermogen is zijn zwakste punt. Daarom als coach, wat ik ook een tijd van hem geweest ben je altijd zenuwachtig. Wordt hij geraakt of niet? Hij heeft geen betrouwbare kin. Ja, jammer dat ze dat beeld gebruiken, maar ja, dat kan gebeuren. Ja, die slow-mo's zijn niet wat we wilden. Maar we hebben het in ieder geval teruggezien. Kijken of die gerecupereerd is. Ronde 2. En het loopt nog niet zoals Badahari dat had bedacht en had gewenst. Nee, hij staat natuurlijk wel voor op punten, omdat de scheidsrechter bij hem niet geteld heeft. Wat hij denk ik wel had moeten doen. Maar hij telde wel bij Semedov. Dus een voorsprong in punten voor Badr in die eerste ronde. Maar hij is wel gewaarschuwd. En ik denk dat het raadzaam is om wat meer zijn knieën te gebruiken tegen deze kleinere vechter. 1,83 is hij. Ja, dat is veel te klein voor een zwaargewicht. Tegen Badahari 1,97. Ja, en er zit ook een kilo 15 tussen, dat is gewoon veel. Maar ja, nogmaals, het leeuwenhart van de man uit Azerbeidzjan. Of... Ja, hij heeft verschillende nationaliteiten, Wit-Russisch, Azerbeidzjan, maar hij is dan weer geboren in Georgië. Ja. Ik heb opgehouden me daarover druk te maken. Vroeger vocht hij onder de vlag van Azerbeidzjan. Ja. Ik heb hem ook eens onder de vlag van Belarus zien vechten. Maar hij heeft een enorme vechtersmentaliteit. En ja, daar weer zo'n gevaarlijk stap blijven. Mooi overgenomen van Badr. Die counter van Badr met die linkshoge trap. Stop! En daar moet Badr een veeg voor achter kunnen geven. Fight! Goeie opstoot daar. Nou, Badr is toch iets geschrokken. Die eerste minuut van die tweede ronde. Iets meer afstand heeft hij. Anders. Ja, hij is even geschrokken. Werd daar geraakt aan de neus. Fight! Greep ook naar die neus. Kan het zich natuurlijk ook niet veroorloven om hier zeg maar een soort van af te gaan in de eerste ronde. Heel veel mensen in Nederland zitten daar toch om die reden hier naar te kijken. Ja, nou ja, maar voor ze kijken ze. Als Badr kijkt iedereen. En nee hoor, dat is absoluut waar, Koert. Maar die was goed, een knie. Die linker knie had naar het hoofd gemoet en dan was het afgelopen geweest. En die Samadov lijkt helemaal niet aangeraakt. Nee, die heeft een Een serie van Samadov nu. Ja, hij moet er even afklemmen. Dit is spektakel. Hier zaten ze ook op te wachten. Die 17.000 mensen in deze arena in Zagreb. Kijk, een zware bloedneus voor Badr. Kijk, daar gaat hij goed met die knieën. Weer geraakt. Je ziet het, hij is nog niet in zijn routine. Nee, daar schrikt hij weer. Goede rechtse daar. Krijgt er nog een. Jaagt hij hem op. Nee, dit is nog niet de oude Badr. Absoluut niet. En dat kan natuurlijk ook niet. Hij mist routine. Maar ik denk toch dat hij in staat is dit toernooi te winnen puur op zijn talent, hoor. Dat moet ik eerlijk zeggen. Maar dit is nog niet de man die we gezien hebben een aantal jaren geleden. Badr krijgt de applaus van de mensen die hem nu goed kunnen bekijken. En de man die dat het beste kan doen is deze dokter. Ja, bloedneus. Maar dat is verder niks aan. Maar hij zit ook al een plek. Hij is nog geen 6 minuten aan het vechten. Nee, dat klopt. En hij moet nog even, als hij wil winnen. Ja, hij moet nog even. Man. Maar ja, in mijn optiek, ik blijf toch die onderkant van deze kwartfinale het gevaarlijkst vinden. Die jongens, die twee Hollanders die hierna moeten. Ik denk, voor mij is dat de finale. Badr tegen die mannen, ik denk dat dat de gevaarlijke jongens zijn. En dat moet de beslissing brengen. We weten in ieder geval zeker, mocht Badr deze partij winnen, dan is er in ieder geval één van de Nederlanders finalist. Dus dat klopt. Sowieso leuk om... helemaal tot het einde te blijven kijken, wat er ook gebeurt. Ja, maar ja, theoretisch kan er natuurlijk een blessure en een verliezer komen. Oké. En dan komt de reservevechter erin. Maar ja, daar gaan we voor ons nog even niet vanuit. Dat kan helemaal niet, want Ernesto zit in de studio. Ja, goede tweede ronde daar. De partij kantelt iets in de richting van de, wat zullen we noemen, Wit-Rus. In elk geval laten we hem Sabit noemen, bij zijn voornaam. Ja, Badr zal toch nog die derde ronde even een schepje erop moeten gooien. Het goede wat Badr nu wel deed was meer die knieën gebruiken. Dat liet hij even achterwege. En zou het een losse partij zijn geweest, had Badr absoluut veel meer getrapt. De reden dat hij nu niet trapt is dat hij bang is op dat blok te trappen. En hij moet natuurlijk hiernaast goed is nog twee partijen. Dus waar hij voor kiest is boksen knieën. Partij waar in Nederland bij de liefhebbers en de kenners het meest naar wordt uitgekeken is natuurlijk... de rematch tegen Hesti Gerges voor Badahari. Maar hij is nog niet voorbij Zabit Samedov. Nou, nog lang niet, maar ook die andere partijen zijn niet gestreden. Ismail Lont is ook een goede vechter. Ja, heerlijk om
Maar ja, het risico nu wat Badr loopt is, hij wil niet die trappen gebruiken. Gaat hij trappen, een langere reach vechten, dan gaat hij deze partij absoluut winnen. Maar dan loopt hij een groot risico op een blessure. Wat hij doet is, hij gaat voor de lange weg, voor de eerste prijs. Daardoor gaat hij dichtbij vechten, dat wil zeggen boksknieën. Waardoor hij wel meer risico loopt. Had er maar één op hoeven zitten, ja. En dat was gebeurd met Samedov. Absoluut. Maar de accuratesse, ja, ik blijf het zeggen, het is ook niet gek. Na 6 weekjes training, waar alle kenners zeggen 3 maanden, ja, dat heb je echt wel nodig. Het is vooral je ritme, het sparren. Het hangt er ook erg vanaf hoe heeft hij getraind. Heeft hij pads alleen getraind met Mike? Ik had van Mike begrepen. Ik sprak hem verleden week in Barcelona, op Enfusion Barcelona. En dan zei hij dat ze letterlijk dag en nacht hebben getraind. Dus ook af en toe 's nachts zelfs hebben getraind. Bizar. Ja. Ja, heeft hij gespart? Dat is belangrijk. Hoe is de timing? Kijk, deze jongen zou normaal een... Oh, daar was de knie. Ja, daar was hij weer. Dit zou normaal een eitje voor Badr zijn geweest. En je ziet nu toch dat hij redelijk wat moeite heeft. Ja. Eigenlijk moet Badr nu proberen Samedov vooral nog te ontwijken. Ja. En daar heeft hij hem. Nee, weer niet. Nee, dat is een glijntje. Uit de problemen blijven en je zit in de halve finale, Badr Hari. Badr is wel veel slimmer geworden. Oh, dan wordt hij hard geraakt, die rechtse. Je ziet dat hij slim meteen naar die hoek loopt om te proberen die scheidsrechter 8 tellen te laten geven. Want dan is de wedstrijd op punten sowieso binnen. Hij raakt wel erg geroutineerd, Badr. Dat zie je met een aantal dingen. Hij is niet meer zo wild, zo onbesuist. Hij gaat wat slimmer vechten. En dat is natuurlijk zijn voordeel. En wat wij... Daar gaat hij weer die slagen wisselen. Ja, kwam hij binnen door met rechts. Oh. Hij mocht dit doen. Scheidsrechter had nog niet... Nee, absoluut, dat mocht. ...aangegeven dat hij moest stoppen. Zijn we er waarschijnlijk wel ergens last van te hebben. Je ziet hem een beetje pijnlijk kijken. Ja. Oh, die was hard, die rechts op het lichaam. Die was keihard. Knie op dezelfde plek. Op de ribben. Ja, en dan raakt hij 2 keer diezelfde plek. Ja hoor, en dan neemt hij even 8 tellen. En dit dus is op punten niet meer in te halen. Niet meer in te halen. Nee, is niet meer in te halen. Alleen een knock-out kan Samedov nu nog redden. Publiek heeft duidelijk gekozen. Die zijn voor Badr Hari. Want Badr Hari is buiten Nederland nog veel groter qua reputatie, qua sportman. Overal waar hij komt, moet hij voortdurend op de foto handtekeningen uitdelen. En dan in Nederland kan hij nog relatief ongestoord af en toe ergens lopen. Maar dat is in Kroatië... Oh, goede rechter van Badr daar. Samedov zegt, ik heb nergens last van. Nee, maar ik denk daar anders over. Ik ook. Maar wat Badr nu doet, die denkt, ik moet nog 2 potjes. Ik ga lekker achteruit, ontwijkt het gevecht nu eens. Ja. En dat beter. Doet hij goed. Ja, doet hij het weer. Kijk, hij laat zich niet afsnijden. Samedov wil nu de hoeken snijden en Badr ontsnapt daar makkelijk aan. Dat doet hij tactisch goed. Beetje dansen. Ja, hij roept nu fight, fight, fight. Maar Badr denkt, ik moet straks nog vechten. Jij staat te douchen, dus ik doe dat niet. Gaat hij lachen? Ja, kom maar op. Ik zoek jij maar uit. Samedov zegt, wat? Kom nou, ons sportieve man. Nee hoor, Badr doet dat goed. Doet hij slim. Pak mij maar, Zabit Samedov. Ja, en dat was hem. Ja, dat is een duidelijke puntoverwinning voor Badr Hari. Toch nog even in het pulletje gevallen. Ja, het was binnenknijp hoor, de eerste ronde vooral. Zeker weten. Maar dit is een duidelijke uitslag. Michael Buffer heeft het omgeroepen. Badr Hari gaat naar de halve finale. Dat is dus gelukt. En dat is een mooie constatering. Hij dus in ieder geval door naar de halve finale. Dat betekent dat er sowieso een Nederlander in de finale staat. Want in die andere halve finale komt ook sowieso een Nederlander. Wat was je indruk van Badr in deze?